De helft van de races was hij uitgevallen. Alleen in april in China stond Maximo Verstappen met een grote glimlach op het podium na een Grand Prix, tot hij donderdag aan de 15e GP van het seizoen op het circuit van Sepang begon. In Maleisië was het zijn feest, goed in de trainingen, op een nat en droge baan. Zaterdag eindelijk tien eraf met zijn 20e verjaardag. Wat gevierd werd met veel felicitaties, kaarsjes en taart. De derde plaats in de kwalificatie was een goed startpunt voor de race van zondag. Het werd een imposante zegetocht waarmee al ellende van dit seizoen in een klap naar de achtergrond verdween. Het feestweek einde van Maxima Verstappen in woord en beeld. Donderdag meldde de Nederlander van Red Bull zich voor de persconferentie. Er was op het circuit van Sepang nog wel wat uit te leggen over de vorige race in Singapore. Verstappen schoof aan met het Ferrari-duo Sebastian Vettel-Kimi Raikkonen. Geen onvertogen woord over elkaar. De sfeer tussen de hoofdrolspelers was gemoedelijk en vette lijst alvast een stuk van de verjaardagstaart van Verstappen op. Er waren een paar weekends waar het me even allemaal niks uitmaakte. Het zat zo tegen, dat ik dacht, waar doe ik het eigenlijk voor? Het plezier was weg. Met zoveel tegenslag is het moeilijk genieten. Ik ben wel een stuk positiever geworden. Keek hij in Maleisië voor de race terug op 2017. In de eerste training gaf Verstappen vrijdag direct gas. Op een kletsnatte na de baan was hij veruit de snelste, later op een opgedroogde baan vierde. De Nederlander was positief, maar gaf wel aan dat hij het zeer op prijs zou stellen als het op de dag zou regenen. Qua pure snelheid zit het goed dit jaar, maar het moet gaan meezitten op de zondagen. Klonk het hoopvol na de trainingen. Een dag later is Verstappen tiener af. Hij viert op Sepang zijn twintigste verjaardag. Twintig klinkt beter dan negentien, maar ach. En verandert natuurlijk niks. Ik verander niet op een dag in een volwassen vent. Het zegt zo weinig. Sommige mensen zijn op hun veertigste nog niet volwassen. Ik ben blij dat ze niet meer over de tensensation kunnen schrijven. Na alle feestelijkheden kroop verstappen achter het stuur voor de derde training. Die wat moeizaam verliep. De balans is nog niet goed. Klonk het. In de kwalificatie was het goede gevoel terug. P3 en voor de elfde keer dit seizoen sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De cijfers tot zijn twintigste verjaardag waren trouwens best indrukwekkend. 54 GP's, 1x winst, 8x podium en 321 WK punten. Dat was dus voor zondag. Op de rassendag leek het verzoek van Verstappen gehonoreerd te worden. De regen kletterde een paar uur voor de start op het Maleisische wegdek, maar trok uiteindelijk toch verder. Het moest voor Verstappen op een droge baan gebeuren. We zijn meestal nog net te langzaam om Ferrari en Mercedes echt aan te vallen. Gaf hij de avond voor de race nog prijs? We kunnen wel in de buurt blijven en toeslaan als er iets gebeurt. En er gebeurde iets bij de start. De Ferrari van Kimi Raikkonen kreeg te maken met motorproblemen. De Finn kon terug naar de pits en bleef daar staan. P2 bleef leeg. Verstappen ging op jacht naar de winnaar van de kwalificatie. WK-leider Lewis Hamilton die met de mercedes niet kon overtuigen tijdens de longsruns in de trainingen. Verstappen kreeg na de start concurrentie uit een verrassende hoek. Valtteri Bottas joeg zijn mercedes naar voren. Maar de Nederlanders laagden er in de deur op slot te houden. Een paar ronden later moest Lewis Hamilton zijn meerdere erkennen in een Nederlander. Ik wil op eigen kracht winnen. Had hij de aanwezige Nederlandse journalisten de avond ervoor toevertrouwd? Hij antwoordde op de vraag of zijn verrassende winst in Spanje vorig jaar zijn mooiste herinnering was. Nee. Dus, dat was door het uitvallen van Hamilton en Roosberg in Spanje niet het geval. In Maleisië kwam er geen geluk aan te pas. Eenmaal aan de leiding reed verstappen zondagmiddag een perfect race. Hamilton drong niet meer recht aan. Voor hem waren de WK-punten belangrijker. Na 56 grondjes vierde verstappen uitbundig zijn tweede GP nooit.